Welkom bij een nieuwe video, een nieuwe vlog en bij mij. Eén pakje dat ik toegekregen heb is van Wish. Wat zit erin? Ik heb dat met de schaar al open gedaan aan die kant. Want je weet, die Wish pakketten die zijn altijd heel moeilijk om open te doen. Hè? But I'm going to open this handle. Dat ziet eruit als een kledingstuk. En waarom are you in this plastic? Ik weet totaal niet wat dit is. Dat is precies dat ik al 6 jaar geleden dit besteld heb. En ja, nu pas toe krijg misschien. Ik weet niet. Amai. Wish is vooruit gegaan in hun kwaliteit van plastic. Normaal moet je al mijn scharen al daarin opentrekken. Nee. Nu staat er zo een, precies zo iets raar in. Ik weet niet wat dat al is. Open, amai. En het gaat nog snel lopen deze keer. Ik hou van de kleuren. Het is zwart, dus daar kunnen nooit niks verkeerd mee doen. Maar dat zijn 2 stuks. Waarom heb ik hier 2 stuks bij mij? Oh my god, it's a rock, this. It's a mooie rock, amai. En stof, my Wish. Sorry dat ik het moet zeggen, hè. De winkel van Wish, maar dat is nog redelijk kwaliteit. Ik ben dat echt niet gewoon van jullie winkel, hè. Deze kwaliteit, maar oké. En deze nog een bijpassend blouseje. Oh my god, I don't like this, hè. De kleur is heel mooi, maar het is zo een blouseje waar je je buik in ziet. I cannot with Wish. I cannot. Ik ga niet met mijn dikke buik blootlopen, hè, mannetjes. Ik weet het niet, maar echt, dat is toch niks voor mij, deze. Oh. En dat ziet er zo smal uit. Welke size is deze eigenlijk? Dat zou een medium moeten zijn. Is dat een medium? Dat is voor mij een extra smal. Ik kan daar nooit in geraken, hè. Als ik zoiets toe krijg van kledingstukken van Wish, dan moet ik die uitproberen in mijn video. Oké, ik ga het aandoen en ik voel me nu al kei beschaamd om dit aan te doen, om dat met mijn dikke blote buik aan jullie te laten zien. Maar goed, alles voor mijn video, alles voor jullie, hè. Ik zie jullie terug na 1, 2, 3 en knip, oké? 1, 2, 3... Oké, mensen, ik ben terug. Ik heb duidelijk gezien dat in dat blouseje staat een medium. Deze is een small of een extra small. Het is precies een kindersize. De rok op zich valt nog wel goed mee. Daar ben ik wel redelijk tevreden mee. Maar dat blouseje, dat trekt op geen ballen. Echt waar. Sorry voor de winkel van Wish, maar deze blouseje, oh, dat is gewoon een dikke fail, hè. Kijk er zelf maar mee. Wat is dit? Echt waar, wat is dit? Ik krijg mijn tetejaar zelfs nog niet te groeien. Oh my god, I cannot with myself. You see my boobies. Oh my god, I cannot. Look, what is this? Oh. En dan die armen, die spannen, niet normaal, hè. Nu, de rok op zich valt eigenlijk nog wat best mee. Ik had jullie even laten zien, zoals dat jullie zien. Dit is mijn rok, dat gaat. Dat is nog te doen. Zie, dat is mijn rek. En dat kun je perfect aan je lichaam aanpassen, geen probleem. Van lengte is hem ook perfect goed. Niks mis mee, dat gaat perfect. Met dit blouseje ben ik echt niet tevreden. Dat spant. Hier, ik moet eens kijken. Dat is niet normaal, deze. Echt niet normaal. Zo, ik denk dat ik de rok wel ga bijhouden. Want die vind ik in principe wel mooi. En als ik daar zo een oversized blouse aan doe, dan is dat eigenlijk heel schoon samen. Dat blouseje zelf ga ik niet bijhouden, want dat vind ik veel te smal voor mij. Dat is goed voor een kindersize of zo, maar zeker niet voor een volwassene vrouw. De rok zelf ga ik dus wel bijhouden. Dus ja, is dat een fail of is dat geen fail? Ha. De rok op zich is geen fail, maar het blouseje is wel een dikke fail. Dus sorry voor mijn review naar Wish toe, maar het is wel de waarheid. Dus nu ben ik heel benieuwd naar het tweede pakje dat ik hier liggen heb. Is een redelijke groot pak. En daar staat opgeschreven fragiel. Dus fragiel wil zeggen dat je daar toch een beetje voorzichtig moet mee zijn. Ik ga iets halen om dat open te doen. En dan kom ik terug bij jullie. En nu ben ik even Michael Myers. Ding, 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 ding. Dus Michael Myers is coming for you. Oké, nee, ik ga even mijn pak open doen met dit mes. Maar dat is serieus ingepakt, ze mannetjes. Moet eens kijken. Veel plastic rond, fragiel. Hoe kunnen we dat dan onfragiel niet uitpakken? Ja, we gaan proberen alleszins. Hè. Oh, maar dat zit nog wel ingepakt.
I'm going to kill you. I'm going to kill you. Oh my god. Wilt er iemand een stukje vlees van mij? Of een stukje beefstuk? Dit is het moment, hè, mannetjes. Ah, deze. Nou. Deze komt trouwens niet van Wish, dit pakket. Dat pakket komt van House of Application. House of Application. In Ronze. Ronze, dat ligt toch ergens tegen Antwerpen, denk ik. Hè? Goed, ik denk dat House of Application heeft dat niks te maken met computers en muziek en wat nog allemaal. Ik weet het niet. I can't open this shit. Hopla. Open die handel. Dat is een van de sterkste pakken dat ik ooit had moest open doen in mijn hele YouTube-carrière. Wow, it looks like a gaming thing. It's going to fit on my laptop, hè? Huh? Oh, dat is exact wat ik nodig heb, ze mannetjes. Dit is exact wat ik nodig heb. Ik ga het jullie zo dadelijk laten zien als ik het open krijg. Hè. Ah. Oh, come on. Oh my god, 5 jaar garantie heb ik er zelfs op. Ik heb een koeling, een laptop koeling gekregen van gaming, denk ik. Amai, dat is precies van hetzelfde dingen als mijn laptop. Wauw. Zo ziet hem eruit trouwens, de koeling van deze winkel. Deze winkel heeft me dit opgestuurd. Deltaco Gaming. Ja, het is een gaming koeling. En het heeft blijkbaar 5 jaar garantie, dus... Als ik na een jaar of twee niet tevreden ben met deze koeling, stuur ik dat gewoon door. Hè. En ik zeg, ja mannetjes, daar scheelt iets aan. Hè. Geef me maar een andere. Katja, open het, open het. Oké. Okay. Wow. Oh, het is een oranje. Ik heb liever een rode of zo. Maar ja, goed. Maar ik moet wel zeggen dat ik deze echt wel nodig had. Mijn vorige koeling die ik had, dat is zo, ja, die is niet zo goed meer. Soms maakt die heel veel lawaai. Ik denk dat die draden of zo is ook niet goed liggen. Ik heb nog eens ingepakt van die leuke bubbel. Oh, ik hou van deze. Wacht, ik ga het even opdoen. Zo ziet hem er trouwens uit. Mooi. En die zou moeten lichtjes maken en al. Oh my, see. I'm going to be proud of it, huh? Goed, maar deze vind ik heel leuk, hè. Why you don't work? I love you. Come on, work. Yes, that's the sound that I wanna hear. Eh? I love this. Oh my god, I love this. Eh? Oh, orta knetsa. I love the sound, hè, Orta. Oh my god. Yes. Oh ja. I love this, hè. Goed, wat zit er allemaal in? Eerst en vooral mijn koeling zelf. En wat dat heel leuk is, ik zie, je kunt hier nog iets open doen. Zelfs is dat al stuk, hè. Als dat in mijn handen terechtkomt, watch out, hè. Als dat in Katja's handen terechtkomt, ja, mannetjes, dat is toch niet zo veilig, hè. Dus er zit ook zo... Ah, oh, weet je wat dat ook leuk is? Je kunt dat zo rechtzetten met die knijpertjes. Open. Wauw, zeg, mannetjes. Open. Open. En dan kun je dat zo openen en dan zit dat zo een beetje schuin, zo erop, hè. Maar dat is wel een grote en dat is exact wat ik nodig heb, hè. Terug dicht doen, dicht doen. En je kunt een grote stand pakken of een kleine stand. Kijk zelf maar mee, hè. Even laten zien. Dat is de kleine, dus als je erop zet, heb je een klein voetje. Maar je hebt daaronder ook nog eens zo'n grotere voet. Als ik er aan kan tenminste. Ja, zo'n grote, zie. Dat is een grote. En dat zit er dan plat. En je kunt zo'n kleine pakken. Dan is er nog een kabeltje bij. En dat kabeltje is natuurlijk voor rechtstreeks... Eén moet er in de laptop en de ander moet in de koeling. Zo ziet hem eruit. Met 2 USB-poorten. 2 exact dezelfde. Wat dat ook normaal is, want één moet er in de laptop, één moet in de koeling. Ik weet niet of dat deze ook nog USB-poorten heeft. Jawel. 2 USB-poorten. En dan moeten we er eentje hierin doen.
En eentje in de laptop. I'm so curious in this, hè. En dat zijn 5 koelers, zodat jullie zien. 1, 2, 3, 4, 5. En waarom dient zo'n koeler natuurlijk? Zodat je laptop niet overhit geraakt. Want als je geen koeler gebruikt, raakt je laptop heel snel overhit. En dat is eigenlijk niet zo gezond voor je laptop. En kan hem sneller verbranden of gewoon stuk gaan. Zo, lieve mensen, dit was mijn video voor vandaag. Ik zou zeggen, als jullie dit een leuke video vinden, duw dan zeker alles eens op een dikke duim omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en een belletje aan te klikken naast de abonneerknop om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel mijn video's ook met andere mensen en laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende nieuwe video. En dat is morgen, hè. Ciao!